Kijk, we hebben een vrij verkeer van personen in de Europese Unie. En dan moet je ook zorgen dat je de buitengrens, dat je een gemeenschappelijk beleid hebt, dat is duidelijk. Voor de meeste dingen wel, maar niet voor alles. Kijk, wat D66 bijvoorbeeld wil, is dat je verdragen met gekwalificeerde meerderheid kunt wijzigen. Daar zijn we niet voor. Niet gestimuleerd, maar ook niet tegengehouden. Ja, zeker. Dat zie je aan de kredietcrisis. Had eigenlijk al veel eerder moeten gebeuren. Dat gaat een beetje ver om het zo te zeggen. We moeten wel toe naar één Europees buitenlands beleid. En dat betekent dat je ook iets aan een defensiemacht moet hebben. Al is het maar humanitaire interventies en wat er al is in feite. Dat zou dus betekenen dat je een vetorecht hebt. En als je dat wilt, wat de PVV wil, dan schaf je in feite de interne markt af. En dan moet je wel goed beseffen, dat kost iedere Nederlander jaarlijks 1000 à 2000 euro. Dus dat is helemaal niet voordelig voor Nederland. Nou, op dit moment zeker niet. En als je ziet hoe de besluitvorming over Turkije is geweest, dan zie je hoe ondemocratisch Europa is. Want eigenlijk is de bevolking tegen in meerderheid. En het gebeurt toch. Nou, er wordt toch onderhandeld met Turkije. Dat is niet eerlijk ten opzichte van de Europese bevolking en ook niet ten opzichte van Turkije. Verbieden niet, het is iets voor de lidstaten. Er is een enkele reden waarom wij in Europa megastallen moeten verbieden. Want als je dat zou toelaten, dan zou het ook betekenen dat Europa dingen in Nederland kan verbieden waar wij misschien helemaal niet zo tegen zijn. Ja, ik weet dat partijen zijn die dat vinden, D66 New Europeans. Maar beseffen ze wel wat dat betekent? Dat betekent dat je voor 1% van nationaal inkomen een heel belastingapparaat moet gaan opzetten. Wat heel erg duur en inefficiënt is. En bovendien betekent dat ieder Nederlander straks twee belastingformulieren moet gaan invullen. Eentje voor Den Haag en eentje voor Brussel. Maar Nederland betaalt al minder aan de EU netto dan een tijdje geleden. Op dit moment is het redelijk stabiel en evenwichtig iets. Bruto worden de lasten gelijk verdeeld. En netto zou betekenen dat we wel iets meer uit de ruif willen pakken. Nou, ik weet niet of dat niet echt daar een reden voor is.